Sinds het prille bestaan van de Volkswagen Golf is er zoiets als de Ubergolf. Dat begon met de eerste GTI, de eerste 16V, de VR6 en later dan de Golf R. En die eerste Golf R, dat was de R32 met een dikke 6-cilinder, 250 pk. Nou, die R is altijd gebleven. De laatste jaren is dat een 2 liter TSI geworden. En inmiddels hebben we het over 310 pk, 400 Nm koppel. Waar kun je het nou beter proberen dan hier op zo'n circuit? We gaan eens even lekker sturen met dat ding. Ja, het leuke is van die Golf R dat je hem dus handgeschakeld kan krijgen en met DSG. Maar neem je de versie met een handbak zoals wij nu rijden, dan heb je wel iets minder koppel, namelijk 20 Nm minder. Want die versie met DSG 400 Nm, deze 380. Dat betekent ook dat die versie met DSG gewoon ietsje sneller is van 0 naar 100. Die doet het in 4,6 seconden, terwijl met de handbak 5,1. Dus ja, met die handbak ben je gewoon wat langzamer. Nou, de topsite is natuurlijk beperkt op 250, maar kies je voor het performance package, loopt hij nog een beetje harder. En dan is zelfs de variant de snelste versie, maar die loopt dan 270 km per uur. Optie voor deze auto, en die zit ook onder deze auto, het is een uitlaat van Akrapovic. Dat is wel een bekend merk, je kent ze misschien ook uit de Formule 1, je ziet ze ook veel op motorfietsen. Nou, dat betekent dat je dus een titanium demper krijgt met vier pijpen aan de achterkant. Er zit een geweldig leuk geluid in. Hoor je natuurlijk aan de buitenkant meer van dan hier binnen, want het is redelijk goed geïsoleerd. En waar je ook nog voor kan kiezen is voor de performance brakes, dat zijn sterkere remmen. Zitten ook onder deze auto, nou, dat is echt gigantisch hoe hard je hiermee kan remmen. En ja, dus voor degene die natuurlijk af en toe eens het circuit op willen, dan is zo'n performance brake package wel een echte must. Ja, we zijn hier al een tijdje aan het spelen hier op deze baan. Het zijn allemaal korte bochtjes, korte stukken. Er is veel accelereren, veel hard remmen. Dus dan vraag je veel van de remmen, veel van de motor. Nou ja, die remmen die hebben geen enkel moment last van fading, die kunnen ontzettend veel hebben. Dat merk je wel, dus ik weet niet hoe de standaardremmen zijn onder deze omstandigheden, maar deze doen het gewoon echt heel erg goed. Dan de grip van deze auto, ook daar, ja, we rijden hier natuurlijk op die semi-slicks, dus je hebt ontzettend veel grip. En eigenlijk, ja, je kunt hem gewoon vol die bocht intrappen. En dankzij die 4Motion, die vierwielaandrijving, heb je natuurlijk gewoon ontzettend veel grip. En ook als je gewoon in andere bochten een beetje vroeg op het gas gaat of hard erin, nou, onderstuur is er bijna niet. Hij glijdt gewoon toch wel vrij mooi over al die vierwielen zo'n bocht in. Je moet wel heel bond maken om er echt af te schuiven. Ja, kijk, als je te hard gaat, ga je te hard, maar ik vind het wel ontzettend leuk en heel vrolijk trappen met deze auto. Nou, één ding staat als een paal boven water na even een middag hier op het circuit. Dit is een ontzettend leuke auto mee te rijden. Natuurlijk vanwege dat enorme vermogen, het koppel, die handgeschakelde zesbak, de enorme hoeveelheid grip, het uitlaatgeluid, het totale pakket is gewoon goed. En daarbij blijft het gewoon een Golf. Ja, voor sommigen is dat misschien gewoon een Golf, want het is niet echt zo'n hardcore, vlijmscherpe auto. Maar juist dat goede, totale allround pakket dat hij levert, dat maakt deze auto zo bijzonder. Concurrenten heeft hij natuurlijk in het eigen huis, de Audi S3, misschien een beetje de Seat Leon Cupra met zijn 300 pk, maar die heeft alleen voorwielaandrijving en natuurlijk de Civic Type R. Maar als totaal pakket klopt deze auto wel heel goed.